Cenk Knecht is vanmorgen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bij het aansteken van de houtkachel bij hem thuis, vlogen zijn kleren in brand. Hij heeft ernstige brandwonden opgelopen. Vorige maand raakte Cenk nog betrokken bij een ongeluk met een heftruck. Daarbij liep hij een ernstige spierblessure op en werd geconcludeerd dat hij niet mee kon doen aan het hek. Vrouw hoorde hem schreeuwen. Vanochtend ging het weer fout. Cenk wilde de houtkachel aansteken toen zijn kleren in brand vlogen. Hij stond van zijn benen tot aan zijn hand in de brand, vertelt Karel Muro van de KNSB aan RTL Nieuws. Zijn vrouw Venna was boven. Ze hoorde hem waarschijnlijk schreeuwen en toen zag ze hem. Ze trof Cenk in de woonkamer gewond aan. Ze belde direct 112, waarna de traumahelikopter en ambulance ter plekke kwamen. Hij moest per ambulance worden overgebracht naar het Martini ziekenhuis in Groningen. Hij was nog bij bewustzijn, maar het gaat om serieuze verwondingen op verschillende plekken op zijn lichaam. Zowel eerste, tweede als derde graads brandwonden. Daar wordt hij nu verpleegd. De verwondingen zitten op verschillende plekken van zijn lichaam. Met name zijn linkerbeen is ernstig verwond. Hoe lang zijn herstel gaat duren, is niet bekend. Hij ligt zeker de komende dagen nog in het ziekenhuis. Hartstikke Triest. Dit is Hartstikke Triest voor hem. Het ongeluk van vorige maand was al heel vervelend voor de sporter, maar dit is nog wel wat erger. Bondscoach Jeroen Otter heeft de schaatsers vanmiddag geïnformeerd. Zij nemen vanaf morgen deel aan de IJzerwerk Shorttrack in Dordrecht. Knecht zou daar zijn Europese titel verdedigen, maar kon dus al niet meedoen.